Net na 12:00 en dat hebben Dirk en Jan wel weer heel goed uitgekiend, want ze zijn nu bij de Smulkate aan het Skagerrak. Vertel, hoe is het daar? Ja, het is hier gezellig. We zijn hier inderdaad bij de Smulkate, bij Jessica en Wietske. En die zijn hier begonnen met de overname van de patatzaak. En wij lopen maar gewoon even naar Wietske. Wietske, jullie zijn geopend. Vandaag voor het eerst? Ja, gisteren waren we open en vandaag is de opening. Van 12 tot 9 zijn we open vandaag. Oké, hebben jullie het overgenomen van de Smulkate? Is het nog een naam van Lekker Hoor? Want daar ken ik jou van. Klopt, dat zouden we eerst overnemen, maar dat kon niet doorgaan. Dus toen zijn we doorgegaan met de Smulkate. Stel ik je toch even die vraag. Wij hebben geruchten gehoord van... Je zou de naam mogen gebruiken. Tenminste, dat had ik van de vorige eigenaar Ben begrepen. Klopt. Maar de gemeente die zegt van nou nee, dat doen we niet. Nee, mocht niet van de gemeente. Want die willen de naam zelf behouden. Ik weet niet wat ze ermee willen doen. Ik denk dat ze bij gemeenteraadsvergaderingen gewoon die naam willen gebruiken van goedenavond dames en heren, Lekker Hoor. Dat zou kunnen, ik heb geen idee. Ja, wie weet het, hè? Ja, wij vragen ons af wat de gemeente met die naam moet. Maar dat doen we niet, joh. We hebben soms ook niet verteld. Het mocht gewoon niet, dus klaar was het voor hun. Oké. Is dit mijn puntje voor de gemeente, Dirk? Ik vind van wel. Maar oké, dat terzijde. Het gaat natuurlijk voor de producten. En dit was natuurlijk al een bestaande patatzaak. Klopt, ja. Ja, en hebben jullie een beetje vertrouwen in Wietske? Absoluut, ja. Ja. Er zit een mooie wijk hier, dus... Ben die had ooit jouw vorige werkgever, zou ik kunnen... Klopt. Die zei al van, we willen hier ook graag weg, omdat de wijk eigenlijk een beetje verdwijnt. Maar dat is niet helemaal waar, want de Vinsterstraat en zo, er wordt ook allemaal weer gebouwd, hè? Jawel, maar er gaat zoveel weg nu. En hun worden ook gesloopt als het goed is, dus dan... nu is er even niks meer wat daar dan goed loopt, zeg maar. Nee. Jullie doen het met z'n tweeën, Jessica? Ja, klopt. Oké. Ja, kom maar dichterbij. Wij bijten niet. Ja, dat is toch gezellig. Nee, maar dat is lief. Ja, we doen het samen. Ja. En jij hebt ook al ervaring in deze branche? Ja, zeker. Ja, mijn hele leven al. Hele leven al? Ja, van mijn leven sinds 13 eigenlijk in de horeca. Ja. Dus ja. Maar ook bij Ben, heb jij gewerkt? Nee, daar niet. Nee. Nee, jij hebt gewerkt hier in de buurt, in de horeca of? Overal hier in de buurt. Beetje... Ja, ik doe het dus graag, hè? Geen klaarmaak voor onderen natuurlijk. Nee, oké. Nee, maar als ze jou kennen met die Jessica, hebben we goede ervaring. Ik leef al hier, dus dat is... Jullie hebben er goede vertrouwen in natuurlijk, absoluut, dat het allemaal goed gaat komen. Ja. En gisteren zijn jullie geopend? Ja, gisteren was de eerste dag. Oh, dan zijn we een dag te laat Ja, maar vandaag is de opening. Gaat er nog iets gebeuren? Hebben jullie specialiteit dat je zegt van, we zitten toch eigenlijk op dezelfde voet voor, alleen... Ja. Eerst beginnen we even met hetzelfde en later als het echt loopt, dan... komt er waarschijnlijk nog wel wat extra's bij. Maar eerst even rustig laten lopen. We hebben de basis overgenomen van Lekker Hoor. Oké. Daar promoten we nu eerst mee. En dan... Ja. We willen eerst een goede opstart, goede naam krijgen. Goed mensen laten zien wat we hebben, wat we kunnen bieden. En dan gaan we uitbreiden. Is Benny nog geweest bij de opening? Nee, vandaag nog niet. Maar de rest heeft u wel allemaal geholpen. Heeft je ondersteund? Ja, absoluut. Ja, oké. Maar jij hebt de jaren gewerkt? Ja. Hoe lang? Komt niet op een jaar aan, hoor. Nee, ik ben er elke keer een beetje tussenuit gegaan. Maar mijn jongste is nu 8. En ik was zwanger al toen met hem, dus al wel. Wat Friedke wel niet kan doen, hè? Ja. Eierbal. Nou, dan zeg je eierbal. Ik lust het nu wel, maar eierbal... Ik heb daar ooit altijd een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Ik hoefde totaal geen eierbal. En weet je waarom? Nou. Omdat ik dacht dat die van een mannetjeskip kwamen. Slaat helemaal nergens op. Maar maar zonder dolle. De eierbal is natuurlijk echt een chronisch product. Absoluut, ja. En daar gaan jullie ook mee door. Zeker weten. Ja. Wij moeten iedereen oproepen om... Want je kunt... iedereen die kan ook je afhalen wil. Iedereen is welkom, absoluut. Ja, zeker. Hoe meer, hoe beter. Ik kan hier komen. Je kan telefonisch bestellen. Dus voor de mensen die een lekker frietje willen of een eierbal...
En ja, of je nou hier in de buurt woont van Skagerrak, of je woont in Appingenaam, Delfzijl, Middelstumstede, maakt niet uit. Maakt helemaal niks uit. Iedereen lekker, is welkom. Iedereen lekker patatje eten, ja, met een eierbal uiteraard. Zelfgemaakte hamburger. Zelfgemaakte hamburger, daar gaan we even een nadruk op leggen. Want daar moeten de mensen voor komen, want ja. Zijn heerlijk. Ja. Ja, hè? Ja, absoluut. Wie is er verantwoordelijk voor de eigen product hamburg? Dat doen we samen. Samen testen, samen proeven. Ja, nee, zeker. Ja, nee, oké. Okay. Maar ja, nou, bij deze iedereen hier naartoe komen natuurlijk. En wij wensen jullie het allerbeste natuurlijk. Dankjewel. En nou, je kunt erop rekenen. Ik kom hier echt wel een patatje halen bij jullie. Ja, daar houden we aan. Ja? Ja, nee, we kwamen ook al bij Lekker Hoor. Dus okay. De weg weten wij te vinden nu. Nou, en hartstikke leuk. Veel succes. Dankjewel, dankjewel. Jessica. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay. Nou, veel plezier. Dankjewel. En prettig weekend. Hetzelfde.